het zijn twee vrolijke vriendinnen. Welkom allebei. Ik ga eerst even naar Leslie. Jij komt uit Hilversum? Ja. Hoe oud ben je? 19. En wat doe jij? Zit je op school of? Student. En wat doe je? Ik doe facility management in Diemen. Oké, ben je bijna klaar? Nee, ik ben net begonnen. Vind je het leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Nou, dat is helemaal goed. En je wil met je prijsgeld naar New York gaan? Ja. Waarom? Ben je nooit geweest? Of wat nee, ook niet, maar wilden we samen naartoe. Nou, helemaal. Ja. Ze gewoon even lol maken met z'n tweeën. Nou, heel veel succes. Bedankt. Je gaat opnemen tegen Frederike. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja. En jij studeert wat anders, hè? Journalistiek. En waar doe je dat? In Utrecht. Oké. Okay. En ben je ook net begonnen? Nee, mijn tweedejaars. Oké, okay. Leuk, leuk, leuk. Heb je een vriend of wat dan ook? Nee. Ik ben nog helemaal vrijgezel. Ja. En jij wil lekker ook samen met je vriendin naar New York gaan? Precies. Heel veel succes. Lekker rellen. Ja. Hartstikke leuk. Lekker rellen, zegt ze. Oh, is dat nieuw? Lekker rellen? Ja. Helemaal goed. Nou, jullie mogen ook wel een beetje gaan rellen in de uitzending. Oh, mooi. Bedankt. Zo meteen ben jullie terug. Want eerst ga ik met u thuis even lekker rellen. Ik heb wel een nieuw woord geleerd. Heerlijk. Nou, ik over woord gesproken. Ik ben nog steeds op zoek naar dat antwoord. Wat zeg je, jury? En we gaan de huzzel spelen. We hebben weer wat letters die in de verkeerde volgorde staan. En jullie de taak om ze dus in de juiste volgorde te zetten. Snel drukken, veel punten halen en elkaar verslaan. Ja. We gaan beginnen. De eerste huzzel halen wij in beeld. En wat moet hier komen te staan? Roest. En dat is heel... Is het niet goed? Heel steek. Ja, dat is niet goed. Het had wel... Nee, het had niet gekund ook. Nee, één eetgeld. Nee, dat klopt er niet. Gaan we naar de volgende. Dan. Shirt. Is goed. Eerste punten zijn binnen. En dan. Pak. En Leslie is sneller met drukken. Nou, die kan gewoon een beetje papegaaien. Helemaal goed. Maar dan. Groep. Is goed. Want jij hebt punten. GBJ. Leslie? Eeuwig. Perfect, perfect, perfect. Frit. Leslie. Drift. Goed bezig. Dan, Terga. Frederik, kom op. Ja. Leslie achter. Toch. Achter is goed. En dan M-gra komt er nu in beeld. Charme. En dat is ook perfect. Nog twee te gaan. Kom op, Frederik, je kan het. Wat staat hier? Leslie? Ja, perfect. Je gaat ontzettend goed. We gaan naar de laatste. Pallas. Frederik. Slaap. Yes, eindelijk weer punten binnengehaald. Dat betekent... Frederik heeft momenteel 30 punten. Maar Leslie is goed bezig met 110 punten. Ook met jullie ga ik zometeen de kruiswoordpuzzel spelen. Jullie kunnen dus nog... Of tenminste, Frederik, jij kan absoluut nog winnen... Veel succes voor zometeen. Ik kom zo bij jullie terug. Ik heb hier gewoon echt de allerhoogste prijs sinds tijden. En u... Het is een... Kerstijn, ik heb je moeder gezien. Kutje. Vleugels. Nog vaak. Ook met deze twee vriendinnen gaan we lekker de kruiswoordpuzzel spelen. We zien zo meteen weer het veld in beeld staan. Ik geef een omschrijving. En de bedoeling is dat jullie dan het antwoord vertellen wat er moet komen te staan in die puzzel. Druk snel, concentreer je, we halen hem erbij. En daar is die. We gaan op zoek naar iets wat staat bij horizontaal 1. En dat is de nieuwe reality serie waarin twee huismoeders van huishouden wisselen. Heet Jouw Vrouw... Frederike. Mijn vrouw. En dat is goed. Moeilijk. Frederike is met haar inhaalrace bezig. Verticaal 2. Dit neem je als je de eerste stap zet. Initiatief. Weer goed. Verticaal 3. Zo heet de dagelijkse late night show bij de VARA met onder andere Dolf Jansen. VARA laat. En dat is goed. Verticaal 4. De VARA-quiz met Kees Driehuis heet per seconde. En nu is Frederik sneller. Wijzer. En dat is helemaal juist. Gaan we naar een cryptische bij horizontaal 5. Kunnen deze piano's vliegen? Wat bedoelen we daarmee? We zijn op zoek naar... Vleugels.
Nog 5 te gaan. Gaan we naar verticaal 6. Deze koning van Israël was de zoon van David en beroemd om zijn wijsheid. Salomo? Ja, je zegt het een beetje onzeker, maar het is goed. Verticaal 7. Deze vloeistof doe je bij de olie als je een sladressing maakt. Nou. Azijn. Ja, heel goed. Nog 3 te gaan. Horizontaal 8. Deze Nederlander werd pas voor de 3de keer uitgeroepen tot 's werelds beste DJ. Leslie. Chesto. Goed, goed, goed. 1 laatste. Kom op, Frederik. Ja. Horizontaal 9. Een ander woord voor middelmatig. Zo-zo. Ja, zo-zo. Goed. De laatste op horizontaal 10. De voornaam van Your In Travel presentatrice Dessing. Leslie, wat een agressie toch allemaal weer. Waarom? En wat is het antwoord? Zij is eerlijk. Oh, yes, sorry. Zij was agressief, maar jij weet het gewoon. En dat is helemaal goed. Sorry, Frederik. Jij krijgt de punten. Heel goed gedaan. Maar is het goed genoeg? Want Frederik heeft er 150, maar Leslie heeft er 170. Frederik, ik moet helaas afscheid van je nemen. Ik hoop wel voor je dat Leslie gaat winnen dan, dat jullie wel kunnen rellen in New York. Precies. Heel veel succes met je verdere leven en misschien tot de volgende keer. Bedankt. Succes met je verdere leven. Helemaal goed. Leslie, goed gedaan. Ik zie je zo meteen. En het is weer zover. U bent aan de beurt. Ik heb 28.